gegil, geschreeuw, help, help, help. Ik lag op de bank en ik hoorde inderdaad help, help. Je hoort wel of het echt is of niet, hè? Dus ik ging naar buiten toe en toen stond de buurvrouw voor de deur met overval, overval en pistool op het hoofd en zo. Rond 10 uur 's avonds komt de bewoonster thuis en wordt opgewacht. Dan komen er 2 gemaskerde mannen om de hoek vandaan. Haar zoon en man zijn op dat moment thuis en weten de overvallers weg te duwen. Het is niet de eerste keer dat de familie overvallen wordt. Ze zijn zeker al 2-3 keer daar overvallen in de snackbar. En nu dit weer, hè? Ja. Ja, je begrijpt het niet. Het lijkt erop alsof die mensen heel veel geld hebben, maar het zijn gewone hardwerkende mensen. In februari werd de snackbar van de familie overvallen en in mei is er bij hen thuis ingebroken. Dit is de 3e keer in korte tijd dat de familie slachtoffer is. Buren maken zich zorgen. Ik heb er geen woorden voor. Ik begrijp ook niet dat ik niks gehoord heb gisteren. Ja, je raakt zelf ook onder de indruk als je dat ziet zo, hè? Ja. En mevrouw was helemaal ondersteboven. Ik ben vlak ervoor thuis gekomen zelfs. Ik heb toen ook niemand gezien in de straat. Gewoon belachelijk. Ik vind het echt zielig en sneu voor die mensen. Ik hoop ook snel dat ze er weer bovenop komen. Ik heb een hondje in huis, dus ik word wel op tijd gewaarschuwd, dacht ik maar. Ja, het kan je zomaar gebeuren. En je kunt er weinig of niets tegen doen, denk ik. Hè?